Goed. Nou, we zijn met z'n tweeën. Heb je een microfoon, Anna? Kun je wat zeggen of niet? Oh, ik zie een chat. Ja, je bent vandaag de enige. Ja, ik ben vandaag de enige. Ik heb inderdaad, kan je me horen? Ja? Ja. Oh, nou, gezellig. Wat ga je doen? Grammatica. Nou, ben je er klaar voor? Nee, nooit. Oh, nee. Oh. Zeg maar wat, ik bedoel, het is heel interessant. Ik wist het allemaal niet. Dus ja, draai je rest maar af. Er zullen wel mensen bij komen in de loop van de tijd. Nou, het is met name voor mensen met, die Engelstalig zijn in hun oorsprong. Enorm lastig om goede zinnen te maken. Kunnen de taal meestal wel spreken, maar vaak wordt het werkwoord op de verkeerde plek gezet. Ja. Waardoor de zin on-Nederlands klinkt. Ja. En in Hebreeuws dan... mag je overal het werkwoord zetten. In Hebreeuws. In de zin van Hebreeuws mag je overal het werkwoord zetten. Ja, vaak staat het in het Hebreeuws vooraan, hè? Verb, subject, object. Ja. Maar in het Nederlands staat het werkwoord achteraan. Object, subject, verb. Hebben wij. Dus dat maakt het voor, als je opgevoed bent in een Engelstalig gebied of in een Romaans gebied, dus Frans, Spaans, Duits, nee, Frans, Spaans, Italiaans, dan heb je een hele andere volgorde en opbouw van zinnen, waardoor je de gevoelsmatigheid heel moeilijk kunt bereiken in het Nederlands. Ja, en andersom ook. Mijn Nederlands is niet helemaal goed en mijn Engels ook niet. Nee, dat is het lastige als je vandaan. Op jonge leeftijd... ik moet niet deze doen, ik moet die andere doen. Stop share. Dan moet ik naar... even kijken hoor, die. En dan zetten we die vast aan. En dan... De wijze van het werkwoord. Oh. Kan ik die ergens meenemen? Ja. Daar gaan we. Daar gaan we. De aantonende wijs. Behalve tijden, je hebt natuurlijk verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. En dan onvoltooid en voltooid. Maar je hebt ook wijzen. De volgende voorbeeldzinnen staan in de gewoonste wijs, de aantonende wijs. De wijs die iets aantoont. Ik ga naar school, Marja koopt die tas. Ja. Je hebt ook in de gebiedende wijs, dan is het een opdracht. En soms in de Bijbel staat bijvoorbeeld, prijs jij de Heer. En bijvoorbeeld Psalm 150 is gebiedende wijs. Mm. Die hele psalm is geschreven in de gebiedende wijs als een opdracht en niet als een verzoek of als een mededeling. Ja. En dat... dus ik moet dit even uitvegen weer, want dat is altijd lastig met dit. Veeg, 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 veeg. Ik ben de puntjes vergeten. Gaan we tijd even weg en die ook weg. En dan kan ik die weer uitzetten en dan kan ik mijn velletje naar beneden halen. Oh, dat gaat te snel. De gebiedende wijs. Veel voorkomende wijs is de gebiedende wijs. Ga naar school, koop die tas. De gebiedende wijs kan net als de aantonende wijs in personen worden onderverdeeld. Niet in de eerste persoon, want ik kan mijzelf niet bevelen. Wij kunnen onszelf niet bevelen, dus zowel het enkelvoud als het meervoud. Maar het is wel de tweede persoon enkelvoud. Want eigenlijk kun je zeggen dat hier het woordje jij ontbreekt. Kom jij eens hier? Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat kort je af met kom eens hier. Ja. En komen jullie eens hier?
Dus in andere talen staan er meer vormen van de gebiedende wijs, ook in de derde persoon. In het Nederlands geven we vaak eens of maar bij de gebiedende wijs. Dat klinkt wat minder gebiedend. Omdat we erg gevoelig zijn als Nederlanders dat een ander iets zegt wat wij moeten doen. Vandaar dat je deze constructie niet zoveel in het spraakgebruik tegenkomt, dan dat mensen dan vaak het gevoel krijgen dat ze iets moeten doen tegen hun zin in en dat ze hun vrije wil kwijtraken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom de gebiedende wijs niet zo vaak voorkomt en waar je ook in Bijbelvertalingen dat probleem tegenkomt, dat modernere vertalingen dingen minder gebiedend schrijven als ze oorspronkelijk bedoeld zijn. En dan mis je dus een stukje van, hoe zeg je dat, van de inhoud van het woord. Als er staat, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen, dan is dat gebiedende wijs. Ja. Het is geen verzoek, het is eigenlijk een opdracht. Net als met dopen, het is een opdracht. En Petrus beval hen te dopen. Dus dan geeft hij de opdracht en dat is de gebiedende wijs. Ja. Ik beveel mezelf ook wel eens hoor. Ga afwassen. Ja. Ja, ga stofzuigen. Ga de was doen. Zo is het. Ja, je kan je ook je eigen gebieden hoor. Ja. Ja. Dit is deze oefenopgave. Hier kun je het zien, hè. Jij maakt geen lawaai. Dat is geen gebiedende wijs, maar dat is aantonende wijs. Want je constateert iets, je toont aan dat die ander geen lawaai maakt. Hier krijg je, u gaat mee naar het loket, dat is gebiedende wijs. Want je zegt tegen iemand, en nu ga je mee. Jullie nemen een taxi, dat is ook gebiedende wijs. Maar je zou deze zin ook kunnen zeggen, van... Nee, dan is het nemen jullie een taxi. Dus ja, het is ook gebiedende wijs. Ja, ja. Nee, wacht even. Dit is weer aantonende wijs. U roept mijn moeder. Dat is iets wat gebeurt. Waar is iedereen? Mijn wissertje. De aanvoegende wijs. Dat is een andere wijs. Die komt, zoals er staat, niet veel voor. Men nemen een onsuiker, mogen hij... Maar je vindt het volgens mij ook wel in de Bijbel terug. Ik weet niet zo goed een voorbeeld. Maar dit is de aanvoegende wijs. Ja, ik weet niet waarom dat zo heet. Maar... Het wordt een wens uitgedrukt daarin. Ja, ja. Ik zou willen dat we een suiker en een pondboter hadden namen. Zou willen. Het is gewoon de wens wordt uitgesproken. Ja, ook leven de koningin. Het is een wens die je uitspreekt over het leven van de koning, moet daar dus staan. Ja, oh ja. Leven de koning. Ja, leven de koning. Ja, nu. In deze nu tijd. Wel, ja. Ja. Onzekerheid. In veel talen wordt de aanvoegende wijs gebruikt om onzekerheid uit te drukken of aan te geven dat iets niet echt gebeurd is. In het Nederlands gebruiken we dan vaak zou of een verleden tijd. Als dat zou kunnen, dat is dus aanvoegende wijs. Was dat maar waar? Als dat zo is, zou het al lang verteld hebben. Als de aanvoegende wijs gebruikt wordt in de vreemde taal, dan zal het gebruiken voor de uitgelegd in de hoofdstukken van de vreemde talencursus. Dat moeten we dus in het Hebreeuws nog tegenkomen. Ik weet dus niet of die vormen ook in het Hebreeuws zijn. Ja, helaas wel. En vaak met meerdere naamvallen of zo? Nou, in het Hebreeuws, als je aan het werkwoord gaat beginnen, dan zit je met de tijden die we anders worden anders geïnterpreteerd als bij ons. Het is dus een duidelijke Semitische taal, het is dus anders dan onze taal. En we hebben heel veel persoonsvormen. En ook heel veel werkwoord zelf wordt in stukjes gedeeld van 7 bouwsteentjes. En we hebben ook 7, 6, ik zeg het verkeerd. En we hebben ook alle persoonsvormen en alle tijden.
Dus per werkwoord kan je 35 vormen hebben. Oké, okay. Is dat die hifel en de kal en ja, zo? En dat precies, soort precies. Ja. En daar worden andere tijden als het ware beleefd dan wij dat hebben. Dat zie je ook in de taal terug. Dus ja. Ja. En het woord van de aanvoegende wijs is ergens ook in die, ergens daarin ook al gesloten. Ik weet het niet meer, dat moet bij mij ook nog voren weer komen. Naar voren. Ja, ik maar weet het niet precies wat dat in het Engels is, de aanvoegende wijs. Substantief is Frans. Wat zeg je? Substantief is Frans. Engels is dan... Dat weet ik niet meer. Maar het bestaat wel ergens. Long ja. Live the king. Ja. Dat klopt. Long live the queen. Ja. We gaan het volgende. Dat zijn voornaamwoorden. Het persoonlijk voornaamwoord hebben we natuurlijk geleerd. Dat verwijst naar de persoon of een zaak binnen dezelfde zin. Dat geldt ook voor de andere voornaamwoorden. Sommige voornaamwoorden kunnen alleen zelfstandig voorkomen. Het persoonlijk voornaamwoord is hier een voorbeeld van. We hebben immers in het vorige hoofdstuk gezien dat dat in zijn eentje op de plaats van een zelfstandig naamwoord kan staan. De aardige jongen hielp de oude vrouw, dat is de gewone zin. Waarbij je dus hier het zelfstandig naamwoord hebt. Zelfstandig naamwoord en hier het bijvoeglijk naamwoord. En hier het lidwoord. Ja. En dat geldt hier natuurlijk ook. Hè? De oude zegt iets over mevrouw, dus is het bijvoeglijk. Ja. Dit is het zelfstandig naamwoord. Dit is dus het bijvoeglijk naamwoord. En dit is dus het lidwoord. En dat kun je dus vervangen door een persoonlijk voornaamwoord dat geheel zelfstandig in de zin voorkomt. Hij, dat slaat dus op de aardige jongen. En haar slaat op de oude mevrouw. Ja, en dat is dan, hij hielp haar. Dat woord, als het ware, in het Hebreeuws, is één aan elkaar dus geplakte toestand. Ja, dus dit is één. Eén woord. Eén woord, ja. Of helpen naar, nee. Dat is dan één woord. Want in het werkwoord is al opgesloten de persoonsvorm. Ja. Want vaak, als je zegt hij hielp haar naar de overkant, weet je niet waar het over gaat. Nee. De aardige jongen heeft de oude vrouw geholpen. Hij hielp haar naar de overkant. Snap je? Dan is het duidelijk. De aardige jongen kwam de oude vrouw tegen. Hij hielp haar naar de overkant. Dit zijn vaak vervolgzinnen. Vervolgzinnen. Want als je niet uitlegt wie die hij en haar zijn, dan snap je de zin niet. Dus het kan wel. Je kan hem wel dus zelfstandig maken, maar dan heeft het weinig... de betekenis, je verliest heel veel betekenis in de zin. Zo. Veel voornaamwoorden kunnen zelfstandig als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Als ze voor een zelfstandig naamwoord staan, zijn ze bijvoeglijk, net als de bijvoeglijke naamwoorden. Dus een persoonlijk voornaamwoord kan een bijvoeglijke betekenis hebben. Zijn oom komt naar jullie huis. In de volgende voorbeelden zijn de zelfstandige naamwoorden waarbij ze horen tussen haakjes gezet. Dus wat je ziet is, hier zie je de vorm van het persoonlijk voornaamwoord. En jullie. En dat slaat dus op dit zelfstandig naamwoord. Zelfstandig naamwoord. Zijn oom komt naar jullie. Welke boeken vindt ieder mens mooi? Dus hier ook weer, welke is een persoonlijk voornaamwoord. Een voornaamwoord dat zelfstandig en bijvoeglijk gebruikt kan worden. Sommigen vinden deze lelijk. Je kan hier ook zelfs het zelfstandig naamwoord weglaten in die zin. Want sommigen vinden deze lelijk. Als je weet wat de context is. Ja, precies. Ja, dan kan je dat dus weglaten. En sommigen
Maar kan ook op dieren staan. Sommige vogels kunnen vliegen. Ja. Als je een verhaal over vogels vertelt, ja. Dan kun je, of over dieren in algemene zin, sommige dieren leggen eieren. Dus dan, dat wordt sommige, geeft dus iets aan, een specifieke waarde aan het zelfstandig naamwoord waar het naar verwijst. En het kan dus wegvallen als in de context duidelijk gemaakt is waar het over gaat. Uppatee. Maar we komen langzaam wel in de, niet een blauw maken, dan kan ik wat nauwkeuriger. Zo, en nu is schoon. Schrijf op welke schuingedrukte voornaamwoorden in de volgende zinnen bijvoeglijk worden gebruikt. De eerste niet, denk ik. De tweede wel. Bij jou. Nou, daar staat er nog een tussen, hè? Ja, dat is niet bijvoeglijk gebruikt. Dat is gewoon een bijkomend. Hier heb je wij. Ja, die niet. Maar wel jou. Ja. Oh, dus, dat is Anki. Ja, Anki. Hallo, Anki. Ik was de tijd vergeten, sorry. Maar de tijd was jou niet vergeten. Nee. En iedere zondag komt er eigenlijk wel langs. Iedere zondag, dat is ook wel goed. Oh, ik moet wel de pen gebruiken. Annotate. En dan draw. Ja, ik doe het weer. Zijn is een bijvoeglijk gebruik van een voornaamwoord. Wij is gewoon een voornaamwoord. Jou is een bijvoeglijk gebruik van een voornaamwoord. Want het gaat over verjaardag. En eigenlijk is dit een bezittelijk voornaamwoord. Zie je dat? Want dat komt hieronder natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is het voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud, jij. Ja. En als je een tweeling hebt, dan is het jullie. Ja. Iedere is een bijvoeglijk gebruik van een zelfstandig naamwoord. Dus een voornaamwoord dat bijvoeglijk gebruikt wordt. Wat is het niet en je ook niet. Want dat kan ik op jou rekenen. Kan ik op je rekenen. Dan is het een leidend voorwerp. Een leidende voorwerpvorm. Ik ga je wissen. Alles weer uit. Daar nog. Het bezittelijk voornaamwoord geeft een bezitsrelatie aan. Nou, dat is duidelijk, hè? Hier zijn de voorbeelden. Eerste, tweede en derde persoon, waarbij je onderscheid maakt tussen mannelijk, onzijdig en vrouwelijk. En dat is wat je dus in het spraakgebruik zo vaak mis moet gaan. Hun en hen, het verschil. Ja, ja. Als je hebt deze zin, hun hebben... Kan niet. Nee, dat kan niet, maar dat wordt heel vaak gezegd. Ja, weet ik wel. Ja. Hun hebben gegeten. Ja, dat moet zijn. Zij hebben gegeten. Ja. En hen, is dat geeft aan van wie is dat? Dat is van hen. Van wie is die auto? Die is van hen. Het is hun auto. Zie je? Dat is het grappige met hun en hen.
Dus je hebt het bezittelijk voornaamwoord, beschrijft een relatie tussen een zelfstandig naamwoord en een persoonlijk voornaamwoord. En het drukt een bezitsrelatie uit. Even uitvegen. Gummetje erbij. Appetit. In sommige talen wordt het onderscheid in mannelijk en vrouwelijk niet gemaakt, naar aanleiding van de bezitter. Haar hond betekent dat de bezitter een vrouw is, maar naar aanleiding van het bezit. Dus de uitgang van het bezittelijk voornaamwoord past zich dan aan de uitgang van het zelfstandig naamwoord. Dat is bijvoorbeeld in het Frans en het Italiaans. Wat er dus gezegd wordt, is dat de bezitsrelatie volgt het geslacht van het zelfstandig naamwoord. En niet van degene die het onderwerp is. Snap jullie dat? Ja. En ik weet dus niet hoe dat in het Hebreeuws gaat, maar dat gaan we nog leren. Dus ik vermoed dat allemaal aan elkaar vastzit. Ja, klopt. Behalve het woordje hond, natuurlijk. Ja. Dus als het woord hond mannelijk is, dan... Dan is het werkwoord ook mannelijk, de werkwoordsvorm. Ja, dan zou je dus krijgen, zij liet zijn hond uit. Zij gaat over de persoon die de hond uitlaat, maar... Ja, dat is dan vrouwelijk. Dat is dan vrouwelijk. Een vrouwelijke vorm. Een vrouwelijke vorm, maar als de hond een reu is, dan... Even kijken of dat kan uitleggen. Dan heb je de vrouwelijke woord van hond. Ja, dus dan krijg je... Als hij bestaat. Zij liet zijn reu uit. Of hij liet haar merrie lopen. Als het over een vrouwelijk paard gaat. Merrie lopen. Dus dat is natuurlijk een foute zin. Maar het gaat erom dat dus de relatie tussen het bezittelijk voornaamwoord en het zelfstandig naamwoord in andere talen, de geslacht van de uitdrukking van dit, verbonden is met het zelfstandig naamwoord en niet met deze, met het onderwerp. Dat is wat er eigenlijk staat. Dank. Bezittelijk voornaamwoorden kunnen in de meeste talen zowel zelfstandig als bijvoeglijk voorkomen. Kijk maar als de volgende voorbeelden. Als het voornaamwoord bijvoeglijk gebruikt wordt, is het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort tussen haakjes gezet. Nou, dat zie je dus hier. Mijn is een bezittelijk voornaamwoord. Voornaamwoord. En kamer is een zelfstandig naamwoord. Dit is mijn kamer. En wat hier dus ontbreekt is de verwijzing naar de kamer van die ander. Twee studenten schrijven zich in op een universiteit. Dit is mijn kamer, waar is de jouwe? Dan weet je dus van nou, hij heeft het niet over zijn auto, maar hij heeft het over de andere kamer. Ja. En jouw is dus het bezittelijk voornaamwoord, wat in dit geval zelfstandig gebruikt wordt. En bijvoeglijk. Nou, hier, dat kun je, ga jullie maken, dat kan niet, want je moet aangeven wat iemand moet maken. Ga jullie huiswerk maken. Hier heb je ook weer. Hier wordt hond verondersteld, omdat uit de zinsbouw blijkt dat het over een hond gaat. Dat zie je in het eerste deel van de zin, het eerste zinsdeel. En dit volgt dus, de relatie tussen uwe gaat dus over diezelfde hond. Nou ja, niet dezelfde, maar de hond van de andere persoon. Nou. Dat is het bezittelijk voornaamwoord. Dus we hebben net het
Even die. Zo. We hebben dus net het persoonlijk voornaamwoord gehad. Het bijvoeglijk gebruik van het persoonlijk voornaamwoord. Dan heb je het bezittelijk voornaamwoord. En het bijvoeglijk gebruik van het bezittelijk voornaamwoord. En nu krijgen we het aanwijzend voornaamwoord. Nou, dat zijn er vier in het Nederlands. Deze, die, dit en dat. En ik ga ervan uit dat het in het Hebreeuws weer opgeslokt wordt als één woord. En drie. Twee voor de enkelvoudig mannelijk en vrouwelijk en een meervoudsvorm voor alles. Oké. Okay. Ja. Dus de belangrijkste voornaamwoorden, deze, die en dit en dat, dat zijn de belangrijkste. In de meeste talen ingedeeld in twee groepen. De ene groep verwijst naar iets wat dichtbij is en de andere wat ver weg is. In het Nederlands geven deze en dit aan wat dichtbij is en die en dat geven aan wat verder weg is. Deze pen schrijft nog prima, maar die is leeg. In de meeste talen hangt de vorm van het aanwijzend voornaamwoord samen met het geslacht van het woord waar het bij staat of naar verwijst. Als het zelfstandig naamwoord mannelijk is, gebruiken we ook de mannelijke vorm van het aanwijzend voornaamwoord. Ook in het Nederlands bestaat die samenhang. Deze en die verwijzen naar de woorden, dit en dat verwijzen naar het woorden. Deze huis, die, dat zeg ik dus niet, want het is het huis, dus wordt het dit huis of dat huis. En deze en die verwijzen naar de auto, deze auto en die auto, niet dit en dat auto. En dat is heel lastig voor mensen die uit een ander taalgebied komen, om die nuance goed aan te voelen. Daar merk je aan iemand of die de taal machtig is. Omdat hij automatisch de juiste aanwijzende voornaamwoorden bij de zelfstandig naamwoorden gebruikt. Dat zie je dus heel vaak, als je mensen Nederlands leert, zie je heel vaak dat dit worstelingen zijn. Nou, ook hier kun je weer aanwijzend voornaamwoorden zelfs bijvoeglijk gebruiken. Dus ze kunnen zelfstandig zijn en weer bijvoeglijk. Dus als ze bijvoeglijk zijn, dan geven ze een relatie aan met een zelfstandig naamwoord, zoals hier. Zelfstandig naamwoord. En hier zijn ze zelfstandig gebruikt. Deze kamer is van mij, die is van jou. Oh, hier staat nog een ander voorbeeld van aanwijzende voornaamwoorden. Zoon, zulke, dergelijke, zelf, dezelfde. Ja, dus je... Dezelfde auto. Maar je zegt hetzelfde huis. Zie je? Want als het een hetwoord is, is het niet dezelfde huis. Of een zulk een huis. Dus dat zo'n één huis. En als het onzijdig is, krijg je dus in plaats van zulke, krijg je... Een lidwoord erbij. Zulk een huis. Hallo? Wisse de wis. Dus ook hier weer. Aanwijzende voornaamwoorden kunnen zelfstandig gebruikt worden. En bezittelijk. Dan zijn ze dus verbonden... met een zelfstandig naamwoord. Weer een oefenopgave. Zoek de bezittelijk en aanwijzende voornaamwoorden in de volgende zinnen op. Geef aan of ze zelfstandig of bijvoeglijk worden gebruikt. Deze auto vindt mijn vrouw erg mooi. Dus we zoeken een bezittelijk voornaamwoord. Laten we die blauw doen. Mijn. Deze auto is gewoon niet gewoon deze auto. Ja, dus dit is een, blauw is bezittelijk. Ja? Dus laten we blauw bezittelijk doen. Zijn er nog meer bezittelijke voornaamwoorden? Nee. In zin 2 staat er een bezittelijk voornaam. Ja. Nee, zelf ben ik meegesproken. Nee, in 3. Welke in 3?
mijnen. Ja, want deze wordt een bezittelijk voornaamwoord dat zelfstandig gebruikt wordt. Want het zelfstandig naamwoord ontbreekt. Nog eentje? Nee. Vin 4, heeft die ook nog bezittelijk voornaamwoord? Jullie, oud jullie. Jullie, hè? Ja. En in zin 5 is het hun. Dat zijn de bezittelijke voornaamwoorden. Dan gaan we naar een ander kleurtje. En dan doen we de aanwijzende voornaamwoorden. Welke zijn dat? Nou, dat is deze. Deze. Dat is duidelijk, hè? Deze auto. Die. Die. Ja? Dat is best zelfstandig gebruikt. Ja, dit is een hele lastige. Zelf. Want dat hadden we hierboven kunnen zien, hè? Als je even naar boven... zoon en zelf is dus een aanwijzend voornaamwoord. Zelfstandig gebruikt. Ook hier, aanwijzend voornaamwoord. Zoon. Bijvoeglijk gebruikt. Dus dit is bijvoeglijk gebruikt. Dit is zelfstandig gebruikt. Ja. Dat. Wat? Jullie auto heeft dat ook. Aanwijzend. Zelfstandig. Dergelijke snufjes stelt hun familie erg op prijs. Nou, dergelijke. Is aanwijzend. Bijvoeglijk gebruikt omdat het iets zegt over snufjes. Dus hier is het weer bijvoeglijk gebruik van een bezittelijk voornaamwoord. Ja? Even kijken hoor. Ja, de vragende voornaamwoorden doen we de volgende week weer. Want het is al 8 uur. Zijn er bijna? Dan krijgen we nog het onbepaald voornaamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord. Het af en toe duizelt het je gewoon. Maar het is gewoon voor ons goed om weer even de basis door te nemen. We hoeven het niet allemaal te onthouden en ook geen examen te doen. Maar dat gaat erom dat je terminologie en begrippen weer gaat herkennen. Dat als dat straks in het Hebreeuws tevoorschijn komt, dat we... dingen kunnen terugvinden in het Nederlands. Nou, dat was de les Hebreeuws. Nederlands, sorry.